Vandaag sta ik in het Achenseetal. Voor vele Nederlanders misschien een onbekende bestemming. Want als je bij Kufstein namelijk Oostenrijk inrijdt, kan je op een gegeven moment linksaf het Zillertal in. En dat doen heel veel Nederlanders. Maar je kan dan rechtsaf het Achenseetal in. Het Achenseetal bestaat uit drie wat kleinere skigebiedjes. En we staan hier in de grootste van de drie, het Krietsloom skigebied bij Achenkirch. En zoals je ziet, het weer vandaag is niet veel soeps, veel bewolking. Maar het sneeuwde wel een beetje. Er ligt ongeveer zo'n 3-4 centimeter verse sneeuw. Maar het gaat voorlopig nog even door. Dus we gaan ervan kijken wat we ervan kunnen maken vandaag. Die dag zit er nu weer bijna op en van die sneeuw van vanochtend hebben we eigenlijk niet veel meer teruggezien. Ik denk dat het ongeveer 5 centimeter maximaal heeft gesneeuwd. Geen bizarre hoeveelheden dus. Helaas is die bewolking wel blijven hangen. We hebben gelukkig een positieve keuze gemaakt door hier te gaan skiën vandaag in Achenzee. De skigebieden liggen hier wat lager, 950 meter in het dal en tot maximaal 1800 meter op de top. En dat betekende eigenlijk dat je ook veel liften kon pakken die nog onder die bewolking bleven. Onder die bewolking was het heerlijk skiën, daarboven zag je echt verdomd weinig. Ik heb heel veel mensen in een banaan zien afgevoerd worden. Nou, die sneeuw, daar kun je eigenlijk heel positief in zijn. Hier ligt ook eigenlijk echt immens veel sneeuw. Dat zie je vooral bij die skipoortjes. Soms komen de draaiende delen echt op onder je knieën. Terwijl je daar normaal echt bij je heup bij zit, ligt hier echt ontzettend veel sneeuw. Er is ook niet per se nieuwe sneeuw nodig. Dus er is wel een glad plekje links en rechts. Maar ze kunnen hier zeker nog weken vooruit zonder nieuwe sneeuw.